al jaren, deze mannen. Ja. Wat fascineert je zo aan? Ja, eigenlijk. Wat ze doen, zou ik misschien ook wel stiekem willen doen. Wat is dat dan, wat ze doen? Nou, wat ze doen heb ik voor een deel ook gedaan natuurlijk. Drinken. Af en toe in het ver verleden een snuif. En uit... jij nooit. Nee, jij nooit. Nee, dat is waar. Maar ja, voor de verderest heb ik ze gefilmd. Voor de VDSD. Ontbreekt nog een belangrijk elementje. Roy, we hadden in ieder geval een hele spannende toekomst achter de rug, hè, zeg maar. Toch? Ja. Hoe bedoel je? Ik snap dat niet. Wat bedoel je daarmee? Een spannende toekomst achter de rug. Dat is geweest. Hè? Dus, ja, nee, maar 25 jaar geleden, jullie ontmoeten elkaar. Je rijdt me helemaal naar de war van je uiten. Jullie ontmoeten elkaar in de kroeg in Amsterdam-Oost. Ja. Jij kwam daar en dat was een beetje Amsterdamse penose, toch? Beetje chagrinen, toch? Beetje gokken, klein inbraakje, handeltje. Het viel ook allemaal wel mee, eigenlijk. Daar dacht de rechter wat anders over. Want die zetten jullie iedereen in de gevangenis. Ja. Maar goed... Maar niet altijd. Ja. Zeg je niet altijd recht? Niet altijd terecht. Nou, niet altijd terecht, nee. Maar Roy, wat is dat dan? Want je zegt, ik ben ook een beetje zo... maar wat is dat dan wat jou zo fascineert? Want je hebt, het is niet één docu, hè? Je hebt meerdere docu's ook gemaakt. Ja. Nu een documentaire serie, 25 jaar, meer dan 25 jaar... volg jij deze mannen. Ja. Wat is dat dan? Mensen fascineren me als ze niet helemaal volgens, of niet helemaal... helemaal niet, volgens de regels leven, dus te buiten zitten. Ja. Dus min of meer de mensen aan de buitenkant van de samenleving, dat fascineert me. Waarom? En ja, waarom dat zit in me, dat had ik al vroeg in me. Maar is dat dan van, nou ja, ik kijk daarnaar... en ik heb misschien ook wel eens af en toe een beetje buiten de lijntjes gekleurd... maar ik heb mijn leven fijn op orde, of wat is nee, dat? Nee, nou, dat laatste zeker niet. Maar het fascineert me hoe ze leven, soms bij de dag. Hoe ze, en vooral Herman, nou, dat heb ik gezien... heel veel tegenslagen, steeds weer opkrabbelt, weer doorgaat. Nou, ik stond ervan te kijken. Ik denk, hoe houdt die man dat vol? Nou. En daar heb ik ook respect voor. Want ik zou het nooit kunnen. Ik zou het afleggen. Dus ja, dat fascineert me ook. Ja. Maar ook, hij is al 25 jaar zonder zijn kinderen. Nou, ik denk dat dat je grootste verdriet is, hè? Ja. Dat is het allermoeilijkste. Nicole zei het in de film. Nicole is jouw dochter, hè? Even je dochters. Ja, en hoe kunnen ze dat? Hoe kan Herman dat? Laten we even kijken.